heb deelgenomen aan dit weekend omdat ik op zoek was naar hoe kan ik het beste dicht bij mezelf blijven. Ik ben hier gekomen met een aantal vragen. Ik ga weg met antwoorden. En als je op zoek bent naar meer jezelf zijn, dicht bij jezelf blijven en niet meer leven zoals het hoort, maar leven zoals jij denkt dat het moet zijn, gewoon be, just be, dan zit je hier op de juiste plek. Dat je echt met een kant-en-klaar plan thuis komt, omdat het niet alleen maar zo strak is dat je denkt van ja, oké, maar waar kom ik in het verhaal terecht? En ook niet zo zweverig is dat je denkt, ja oké, maar wat moet ik nu? Dus ja, dat vind ik heel fijn eraan. Ik denk dat het heel leerzaam is voor iedereen die open staat voor iets nieuws of zoekende is naar een andere vorm. En dit is denk ik een hele mooie plek om meer duidelijkheid te verschaffen over wie jij bent en waar je naartoe wilt. Het heeft me heel veel inzicht gegeven eigenlijk. En ook al heb ik niet zelf hier op een podium gestaan, de opstellingen en zo, die waren direct ook op mij van toepassing. En hebben me ook heel erg geraakt. Het systeem wat hier gehanteerd wordt, is heel erg goed behapbaar. En het is makkelijk te doorzien en op je eigen situatie toepasbaar. En dat sprak mij gewoon heel erg aan. En dat is eigenlijk ook in grote lijnen de reden waarom ik anderen zou aanbevelen vooral hier deel te nemen. Nou, je ontdekt nieuwe dingen van jezelf en je ziet hoe andere mensen veranderen, zeg maar, of wat het ze doet. En dat is, dat is mooi om te zien. Ja, je staat weer heel bewust stil bij dingen die tenminste ik heel erg voor lief nam, wat er in je leven gebeurt. En ik begrijp nu beter waar het allemaal vandaan komt. Ik zit echt in de rat race, de rollercoaster gaat maar door. En het is, je neemt eigenlijk nooit de tijd om stil te staan bij van waar ben ik nu mee bezig. Ook het genieten van waar je mee bezig bent, dat doe ik veel te weinig. En ik heb voor mezelf nu wel besloten om bewustere keuzes te maken. En vaker nee te zeggen, meer rust en ruimte in te ruimen voor mezelf. Om ook te kunnen genieten en ook mezelf de kans te geven om te kunnen groeien. Een stukje psychologie, een stukje coaching. En het is een mooie samenhang van, er zit een goede harmonie in.